In de reeks Sterke Tijden bevinden we ons in de adventstijd. Ik sta voor de deur en ik klop, zegt de Heer. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en we zullen met elkaar aan tafel gaan. Het is 6:00. Tijd om van onze adventskalender een nieuw deurtje open te maken. Wat roept dit voorwerp bij je op? En wat heeft het te maken met de advent? We legden het voor aan een aantal goede zielen. Hazen. This is a lovely village. Eigenlijk een mini-stad, laten we dat zeggen. Lego. And it's Lego, I would think. Lego Masters. So this is probably Legoland somewhere. And everybody gets to look at it, but my thing with Legoland, it's something you get to look at and not something you get to play with, which is something of a disappointment. En Lego Masters, ja, dat is het opbouwen van mooie dingen, ook de samenwerking. Advent is ook een moment waarop wij samen uitkijken naar de komst van Christus, die de wereld mooier zal maken. Een mini-stad. Mini-Europa met mini-huisjes. De mensen die op zoek zijn en er staan bussen en er is water. It's a time when people start thinking about getting together, which is very, very difficult to do at the moment, across the world with lockdowns and everything going on. But people recognizing that they can come together and share some kind of sense of fellowship, and maybe that's illustrated by this being a village where people would live all closely together and do things together. And at the moment that's difficult for them to do. Dat de vakantie op komst is. En waarom hebben wij dit voorwerp nu precies gekozen? Ik blijf het machtig vinden om in een vliegtuig te zitten aan het raampje en bij het opstijgen naar buiten te kijken en vaststellen hoe onze wereld in een mum van tijd verandert in een mini-Europa. Want dat is wat we zien, denk ik, op de afbeelding, hè? Mini-Europa. En hoe snel dat gebeurt, te midden zitten van gebouwen en eigenlijk geen enkel overzicht hebben over wat er nog maar achter de eerstvolgende muur zich bevindt, naar een beeld hebben over een hele streek tegelijk, hoe minuscuul de dingen ook worden als je je op die hoogte bevindt. Het blijft mij fascineren. Het doet me natuurlijk ook denken aan het perspectief van God. We noemen het een vogelperspectief in onze taal. Maar het doet mij ook denken aan het Bijbelse perspectief van God. Het is niet toevallig dat ontmoetingen met God plaatsvinden, Bijbels gezien, op de toppen van de berg. Want dat is de plek waar je, als er geen vliegtuigen zijn, het sterkste dat gevoel krijgt van hoe minuscuul onze dagelijkse problemen eigenlijk zijn, hoe groot het geheel is waarvan we deel uitmaken. En zo ziet God, denk ik dan, naar de wereld, naar het bestaan. Ik heb dat zelf heel sterk meegemaakt, ook toen ik als pastoor van de kathedraal in Antwerpen op bezoek ging bij een van de zusterbisdommen in Afrika. In Burkina Faso, meer bepaald, zijn we verzusterd met een bisdom en een werking daar, een Caritas-werking, die zich heel sterk bezighoudt met onderwijs, met gezondheidszorg, met voedselproblematiek. Het was voor mij de eerste keer in Afrika toen ik daar op bezoek ging. En ongelooflijk om daar vast te stellen hoeveel het kan betekenen voor die mensen als er eigenlijk niet zo ongelooflijk veel hulp van ons daar landt. Maar ook hoe verrijkend het is om de eigen perspectieven en het eigenlijke dagelijkse leven even los te laten en je te wagen aan die totaal andere manier van leven ginder. Op dat moment voelde ik mij als iemand die eventjes
vanuit onze wereld opgeheven werd en in een totaal andere wereld werd neergezet. Werelden die zo ver van elkaar staan en toch verbonden zijn. En toch één zijn. Soms moet je alles heel klein laten worden om met de ogen van God te kijken naar het geheel. Hoe kunnen wij als kerkgemeenschap als het ware het vliegtuig nemen en ervoor zorgen dat onze blik zo dicht mogelijk komt bij die blik van God? Wat roept deze vraag bij u op, monseigneur? Ik ben blij met die vraag. Ik heb in mijn vorige werk voor de ecumene heel vaak moeten vliegen en heb heel regelmatig toen boven de wolken gehangen en daarmee afgevraagd, is het zo dat God naar de wereld kijkt? Is dat nu de blik van God? En ik ben tot de conclusie gekomen, nee. Dat kan niet de blik van God zijn. Arme God, als dat zijn blik op de wereld is. In feite moet je terug landen en terug in een andere stad komen, vooraleer je opnieuw bij de blik van God zit, denk ik. Ik kan me ook niet voorstellen dat God zich amuseert met in een heelal te zitten kijken naar al die sterren en daar tellingen van te maken of statistieken bij te houden. Goed, ik denk dat Jezus met Kerstmis juist gekomen is omdat dat God zijn blik niet is vanuit de wolken. Waarom zou je bij God mens worden als uw blik er een is van boven naar beneden? Overigens met prachtige horizonten. Mooier dan in de hoogte kun je het niet zien. Schoner kun je de bergen, de zee, de landschappen niet zien dan uit de hoogte. Maar dat is juist het tricky ervan, dat God zegt, nee, ik wil dat schone niet zien, ik wil ook de onderkant zien. En daarvoor moet ik landen, letterlijk, en tussen de mensen gaan lopen. Is dat Gods blik van hierboven? Ik betwijfel het, anders zou hij geen mens geworden zijn. En nu de straat op. Hoe wordt de advent beleefd in uw buurt? Ja, dus hier in stad Antwerpen op het eilandje zijn ze bezig met prachtige appartementen te bouwen. Gewone stervelingen kunnen dat nooit betalen, maar zwart, dat maakt niet uit. Feit is wel dat er mensen hier uitkijken naar een mooie woning. En tegelijkertijd kijkt stad Antwerpen misschien ook wel uit naar nieuwe stadsbewoners. Dus misschien toch ook een heel klein beetje advent hier in deze bouwput. En inmiddels is het bij de brug eigenlijk al best wel wat druk geworden. Er staan steeds meer mensen te wachten. In afwachting dat de brug open zal gaan. Wachten. Ik vermoed dat het niet heel lang meer duurt, want de brug is alweer bijna terug op zijn plaats. Maar toch blijft het nog even afwachten. We wachten. En ja hoor, we mogen weer. Snel even doorlopen. Over de brug. En het is hier druk nu. Ik moet een beetje opletten.